Er zijn echt mensen die zo minimalistisch leven, die echt zo niks hebben. Echt zo, ja, ik weet niet, heb je ooit al gezien, zo van die documentaires van mensen die zo van die tiny houses leven. En die zo echt, bij zo'n spreken, een tandenborstel hebben en een bed en that's it. Voor zo simplistisch mogelijk te leven. En dan de D's. Like, en deze is enkel nog maar met een make-up. Another day in paradise. Everybody's moving. Getting down 5, it'll come your way. Move it to the left, now you shake it to the right. Iemand vroeg om een video te maken over Chucky. Yeah, best friend till the end. Nee, iemand had blijkbaar op de achtergrond van de video gezien dat er een vitrinekastje stond met allemaal zo Chucky things. Zo, ik kon dat deze week wel doen, dat is misschien wel tof, ik kon het eigenlijk al een hele tijd doen. Maar voor nu, it's gonna be more vlog time. We zitten nog altijd in een halve stort hier. De glen is hier, het is even donker zijn. Ik weet niet of je het in de vorige vlog gezien hebt, we hebben wel heel die muur gisteren gezet. So basically, ja, komen er allemaal rekken te staan. We hebben dat gisteren gedaan. Aan die kant van de muur, dus deze muur is eigenlijk bijgezet geweest tussen de twee lockdowns door. Er stonden er kastjes voor. Dus vroeger was de studio eigenlijk deze stuk er nog bij. Ja, en nu is dat gewoon, je kunt dat niet zo goed zien, want het is er zo overbelicht. Maar ja, eigenlijk de bedoeling is dat ik hier tussen, dat zijn zo van die neonlampen. En daartussen komt er eigenlijk een tv. Zodanig als ik terug kan lesgeven, dat de studenten eigenlijk van op een afstand kunnen zien wat ik aan het doen ben. Dat ze niet te dicht moeten komen staan en zo verder. Dus we hebben hier ook in dat muur ook een gat gemaakt voor dan hier alle kabels en de HDMI en ik weet niet wat allemaal te plaatsen. Maar anyway, we hebben dus gisteren die muur gezet. We gaan die nog zo laten, ik kon die niet afwerken, omdat dat eigenlijk toch gewoon niemand komt hier eindelijk. Dat is echt de stokruimte. Vroeger was hier zo'n, ja, dat heet een lichtstraat. Dus er gingen allemaal van die lichtbakken in en dat ging eigenlijk door naar de effectieve studio. Op het moment dat die muur hier stond, is dat nu onderbroken en hingen hier die bakken nog. En hier heb ik dat plafond al bijgewerkt. Dus dat was dat stuk dat je hier ziet, hier liep die lichtstraat eigenlijk ook door. Dus dat hebben we ook weggedaan gisteren. En nu moeten we nog hier een stuk, dat plafond, gaan we eigenlijk aanwerken. En ik heb ook een nieuwe lamp opgehangen, want ja, al die lampen zijn er nu weg. Dus ik heb er nu niet veel licht meer, dus hebben we zo'n licht opgehangen. We hebben er zo twee. Ik kom gewoon van een keer. En ja, dus nu gaan we basically dat plafond doen. En als dat plafond klaar is, dan kunnen we de rekken hiervoor zetten en de studio terug gaan legen. Al die rommel wegdoen en dan kan ik hopelijk terug normale video's maken. Alleen normale video's. Ik kan zo blijven vloggen. Ik heb dat gezegd dat ik dat ging doen. Ja, we hebben ondertussen die lamp hier geïnstalleerd. Omdat ik nergens geen knopjes op de muren wou waar je de lampen aanstak, heb ik alles verwijderd. Just, like alle chauffages heb ik verwijderd. En omdat ik zo'n palletkachel geïnstalleerd heb, dan heb ik maar één centraal element. In de studio, dus het is al niet, ja, als je ergens tegen de muur wilt zitten of zo, of alle muren vrij, dat er geen chauffages en zo staan. Hetzelfde met alle, niet stopcontacten, maar zo lichtknoppen. En hier eigenlijk zet ik alle lichten aan van in de studio. Een plugin. Dag Lynn. En we hebben eigenlijk geen schakelaar hier, als we bij de privé zitten. Of in ons huis zitten, hebben we eigenlijk geen schakelaar voor zo onmiddellijk hier, als we hier toe komen. Of bedoel, naar voren willen gaan voor hier een licht aan te steken of een lamp aan te steken. En in IKEA hebben ze zo van die drukknoppen, waar je eigenlijk mee kunt je licht aan en uitzetten. Je kunt die ook dimmen. Dus je kunt die echt zo keihard dimmen of gewoon vol een bak heel fel laten gaan. En je kunt ze ook van kleur veranderen. Dus dat koel licht, en dat je zo koel licht, dus meer blauwer licht eigenlijk in een ruimte hebt, dat is iets frisser in de zin van dat je meer geconcentreerd kunt zijn. Maar je kunt die ook warm zetten, warm licht. Is dat ook gekend. Voilà, je ziet het. En nu is het terug blauw. Warm licht is ook gekend om een zachtere kleur. En bijvoorbeeld 's avonds, of als je in je kamer of zo kun je beter warm licht doen, omdat je er sneller slaperig van wordt.
Dat is ja, iets zachter, terwijl dat zo van dat koel licht is frisser en dan... Yeah. Zo, dat kunnen we er ook mee. Dus dat zeggen dat we dat dingetje eigenlijk hier gewoon ergens kunnen leggen of hangen. En dan kunnen we gewoon direct licht aansteken. Hier hebben we ook nog zo een hangen. En dat is eigenlijk het licht dat Bonnie of Katrien belicht. Dat was vroeger veel zichtbaarder dat de studio nog groter was. Maar mijn ding was eigenlijk met Katrien. Mensen die Katrien niet kennen. Katrien is eigenlijk de persoon die mij... door haar ben ik eigenlijk make-up beginnen doen en dat was mijn beste vriendin. En eigenlijk als je binnenkomt, bovenste lampje is eigenlijk, ik weet niet of je het kunt zien, bovenste lampje is eigenlijk hier Bonnie. Dus als ik die aan en uit doe, dan wordt Katrien al dan niet belicht. Daar van achter. Je kunt dat niet zien, hè. Natuurlijk. Maar ook als je binnenkomt, dus echt aan een inkom, hier hebben we ook lampen. Dit is zo random, maar bon, you know. Ik dacht dat het misschien leuk is om te tonen. De bovenste lamp, dat je binnenkomt eigenlijk in de winkel. En als je eigenlijk die bovenste aanklikt, dan werd Katrien altijd direct belicht. Dus dat was zo mijn ding, omdat we normaal die studio samen gingen kopen en samen verbouwen. Die is gestorven, spijtig genoeg ervoor. Dus ik heb dat allemaal alleen gedaan, met haar in mijn gedachten. En ik weet dat toen dat ze gestorven was, ik denk dat ze een jaar gestorven was, een keer beginnen verbouwen of zo'n maand of 10 gestorven. En dan, ja, ik wou echt een lichtje, als ik binnenkwam, dat ik direct eigenlijk kon aansteken. Zodanig, als ik in de studio binnenkwam, dat Katrien eigenlijk al belicht was. Zo, dat was like, mijn thing gewoon. Ik vond hier juist een brief terug. Opeens besef ik zo dat super raar moet zijn voor de Glenn. Voor altijd gewoon deze foto te moeten passeren. Allee, te moeten passeren. Maar ja, je hebt geen keus. Voor naar ons huis te gaan, naar ons privé. Tommeke. Another year, my friend. En wat voor eentje. Eerst en vooral een happy birthday. En ik wil je alle geluk van de wereld wensen. Ik weet dat er nog een paar dagen met wat mist zullen volgen. Maar uw future is bright, hè. Ik wil je een dikke merci zeggen voor de friend die je voor mij bent. A golden one. Ja, sorry, maar zilver is hier niet van toepassing. Hahaha. Tom, geniet van uw day, zou ik zeggen. En weet dat ik er altijd zal zijn to help you out and to be your friend. Dikke kus. Katwin. En weet dat ik er altijd zal zijn to help you out and to be your friend. Het is al even geleden, hè. Her en der hangen er dus van die brieven rond in mijn huis. Waar ik dan af en toe mee geconfronteerd word. Ik vraag me gewoon af hoe raar dat is voor de Glenn. Dat is iemand dat hem niet gekend heeft. Dat hier zo in het groot hangt. She's tattooed on my bunny. Op mijn arm. So strange. Ik stond er echt zo voor daarnet. Ik wilde echt denken van, oké, Tom, je is echt een rare. Of misschien gaan veel mensen dat wel begrijpen. Maar ik stond zo echt voor die foto. Zo, ik stond zo van hier te kijken en ik stond zo niet goed. En denk ik opzij voor zo recht voor haar te staan. En van zuchten. Het enige dat ik eigenlijk kon zeggen of mijn eigen afvragen was zo van what's going on in de tijd dat we nu leven, zo, weet je wel. Oh, ik wil helemaal niet zo depressed overkomen of zo. Because I'm not depressed. Maar ja, als je heel dagen in je huis rondloopt, dat je niks moet hier nu. Alles dat we doen is puur van kijk, dit is gewoon tijd voor dit en dat te doen. En dan zijn er gewoon meer momenten waar je zo nadenkt. Ik heb echt zin voor een make-up look te doen. Ik heb laatst de trailer gezien van Cruella. Cruella de Vil. Ik heb daar 2 jaar geleden een look rond gedaan. Maar in die film is die Cruella zo precies een beetje punkachtig. En ik dacht van, amai, dat is echt keigraaf. Voor dat is zo fashion punk. Zo, voor daar zo'n nieuwe versie van te maken. Dus ik wil eigenlijk zo'n hanenkam maken.
in zwart en wit en zo echt zo'n nieuwe Cruella look doen. Maar ja, eerst moeten we hier alles op orde krijgen voordat ik terug make-up kan doen. Jezus. Oh, het hangt er wel tegen. Voilà, dus een ander stuk plafond. Ja, normaal mocht je dat dan eigenlijk gewoon aansmeren en zo mee. Plamuurselen en dat schilderen, maar omdat dat een stokruimte is, gaan we dat voorlopig niet doen. We zijn eigenlijk vergeten dat we isolatie op die hiprok moesten leggen aan dat plafond. Goh, moet ik dat er wel weer tussen steken. Normaal hebben we nog isolatie liggen in de kelder. Dat is in het huis hiernaast. We hebben daar een kelder. Ik haat dat kot, dat ligt zo'n spinnenkot. Dat is even zien. Ik haat kelders. Fucking American Horror Story. Ja, ik zal al die spinnenwebben zo overal. Ah shit, ik had eindelijk een lampje moeten meepakken. Wat moet ik hebben? Zat er geen verspak meer of iets dat ingepakt is? Ja, helemaal van achter schat, zeg je, dat is toch ook cool hier? Ja, is dat genoeg? Dat is niet die breedte van die plank, hè. Dat is echt niet genoeg. Ik pak dat stuk hier ook. Dat is 60, dat is 120 op 60, denk ik. Nou, ja, dat is een klein stuk. Daar ligt er nog een stuk achter. Oké, we gaan dat even naar boven dragen. Ik ben er al in geslaagd om twee keer mijn vinger te snijden. Gisteren met een boormachine. Allee, snijden, gewoon erin geboord. En hier heb ik juist met een breekmesje gesneden, maar die plakker komt al terug los. Anyway. De Glenn is eigenlijk die rechtsjes aan het zetten. Dus tot en met het einde. Dan zijn al die rekken hier ook al weg. Dat is ook al iets. En dan kunnen we eigenlijk heel veel terug beginnen in de rekken zetten. We hebben hier echt zo'n zwembad liggen. Zo'n vrij groot oplasbaar zwembad. We hebben nog niet eens een tuin. Nee, we hebben nog niet eens een tuin. We hebben al ooit een shoot gedaan met Henny. Met Henny Serouille. Dus dat die een... En wat doet hij nu weer mee? Buurpolitie of zoiets. En hoe noemt hij daar? Toby? Niet? Robin? Ik weet het niet. Nou, we hebben een shoot gedaan. Ik zal dat misschien eens tonen hier. Dus dan stond dat zwembad hier gewoon in de studio. En we hebben die helemaal gevuld met water. Duh. En dan, zo echt koud water. En daar hebben ze allemaal zo pigmenten en zo in gesmeten. En dan lag die er zo in. Ja, het was very gay, hè. Ja, dit heb je de mensen had gevraagd van, ah, ik wil sowieso wel iets doen of zo. En doe maar gewoon je ding, maakt niet uit. Ik zeg, ja, maar ja, gewoon mijn ding. En ik zit er zeker, want als ik daar mijn stijl doe, sometimes it's a little bit, you know, over the top. Dat is voor vandaag. Meer ga ik er vandaag niet uitkrijgen, vrees ik. Morgen gaan we eigenlijk heel die blok waar het een tv is, dat gaan we dat wegdoen. En dan gaan we dat plafond verder aanwerken. Ah, Katrien zit ook helemaal achter de dozen. Zie je, allemaal rommel van het containerpark. Ik kan eens even hoe dat het er nu momenteel uitziet. Dus nu staan er een aantal displays voor Glenn die een brand dat hem verdeelt dan. Dat wordt een impacttafel. Vraag je cadeau als je dingetjes bestelt bij Make-up Hub. Die pakt dat wel heel speciaal in. Nu is dat zo kei droog. De helft staat hier nog niet. Van boven allemaal dozen voor te verzenden. Hier staan twee printers. Nog rommel van vandaag te verbouwen. En dan hier staan al onze kaarsbenodigdheden. Zo hier allemaal pottekjes. Dat zijn volle kaarsen. Die zijn gemaakt. Dat zijn allemaal lege potten. Binnenkort ga ik ook van die grotere maken. Je weet wel, we hebben zo'n heel groot formaat. Maar deze is zo'n midden groot formaat. Dus dat zal ook wel echt leuk zijn om daar iets in te maken. En dan hier staan mijn, of wat het er nog over is van mijn stok van mijn wimpers, de pigmenten, ja, mijn camera daar, wat fotomateriaal daar ook, van bovenop. Daar staan al mijn creaties van mijn foto's, hier ook, veel pruiken ook en zo. Dit is allemaal een grote rommelbak van, rommelbak valt wel mee, het is eigenlijk allemaal nog wel vrij goed gerangschikt. Het is allemaal glitters, het is allemaal pigmenten. Ik zou echt zo'n tour doen ineens. Alle liquids en creams. Dat is rommel. Dat weet ik niet, knutsel. Allemaal lashes. Allemaal airbrush. Haartools. Ah, ik zie
fucking keilang aan het zoeken geweest naar deze. Dat is zoiets dat ik besteld had op Wish voor zo uw wenkbrauwen te tekenen. Dat is zoiets dat je voor je voorhoofd moet houden. En ik wou er zo een review over doen. En ik heb dat dus keilang niet gevonden. En nu met op de ruim heb ik dat dus gevonden. Dit is allemaal eyeshadows. Dat klopt. Eyeshadows, ah ja, we zien nog een nieuw palet van Nikke Tutorials. Nog nooit niet gebruikt. Dus ik moet er eens dringend een review mee doen. Allemaal lipproducten. Foundations, concealers, maar dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet meer gebruik. Hè. Skin powders, van alles en nog wat. Extra, zo'n bakje vol mee. Ah, hier, kijk, de catliner waar ik ooit een unboxing mee gedaan heb. Of een try-out. Ja, en hier staat er ook nog allemaal materiaal waar ik mee bezig ben voor workshops. Ik kan er nog niks over zeggen. Want ja, daar ben ik nog mee bezig. En hier staat mijn Mortal Kombat arcade machine. Ik ga die even opzetten. Dat is echt zo'n old school. Zo'n old school arcadekast. Mortal Kombat 2. Voor de mensen die dat kennen, dat is echt zo een 90s game. Van 92 is het eerste spel uitgekomen. Dat is een Mortal Kombat 1. Dan kunnen Mortal Kombat 2 en Ultimate Mortal Kombat kiezen. So yeah, sometimes I play it, hè. Deze is eigenlijk een van mijn favorieten. Midway presents. Ja, ik kan echt niet spelen met één hand, dus ik kon dat niet doen. Ik kan die volume ook gewoon uitzetten. Ik kan echt niet spelen met één hand, want dat is gewoon te moeilijk. Ik ga eens proberen. Normaal eet hij zo één. Wacht, hè. Zou dat lukken met één hand? Oh no. Yeah, I'm gonna die. It's arcade. Hè? Arcade wil zeggen dat dat super moeilijk is. Nee. Ah, oh, dit is gewoon. Ik heb hem gewoon nog kunnen vermoorden. Yeah, I won. One more time. Nog te moeilijker zijn, hè? Oh my god, het lukt gewoon. Kan ja, shit. Ik wou echt zo'n dingen doen. Een fatality. En hier staat ook nog van alles. Echt waar. We hebben hier duizenden kotten gewoon. Hier staat gewoon nog. Dat is allemaal nog dingen. Stok van mijn make-up boek die er staat. Hier staat ook nog van alles. Stok van glazen en dinges. Stolpen voor onze kaarsen. Hier nog spiegels. Nog een rolrekske. Er is zo. Ik heb zoveel rommel in mijn kot. Allee, dat is geen rommel, dat zijn allemaal dingen die ik nodig heb. Maar I have so much stuff. Er zijn echt mensen die zo minimalistisch leven. Die echt zo niks hebben. Echt zo. Ja, ik weet niet of je ooit al gezien hebt van die documentaires. Van mensen die zo van die tiny houses leven. En die zo echt. Dus als spreken een tandenborstel hebben, een bed en that's it. Voor zo simplistisch mogelijk te leven. En dan de D's. En deze is enkel nog maar met een make-up. Anyway, dit was het voor vandaag. Waarschijnlijk is deze, ik weet niet, volgens mij is dat... is dat hoe dat mensen vloggen? Zo gewoon hun dag doen? Allee, gewoon zo dat. Ik veronderstel dat er andere vloggers zijn die waarschijnlijk echt zo specifiek dingen gaan plannen. En dat gaat zeker ook gebeuren. Maar ik moet even deze weer op orde krijgen voordat ik andere dingen ga doen. Deze is ook wel fun op zich, maar, of leuk op zich, maar ja, er zijn ook leukere dingen dan deze. En zeker voor over te vloggen. Maar anyway, als je het leuk vindt dat ik mijn camera vastgepakt heb terug en een nieuwe vlog gemaakt heb, geef dan de video zeker een duim. Yeah, you know what to do, hè. Dat helpt ook altijd als je een comment achterlaat voor betere views te krijgen en mijn kanaal mee te helpen groeien. Dus geef de video een duim als je hem leuk vindt. Als je hem niet leuk vindt, geef hem ook een duim. En als je hem dan naar beneden geeft, you know what I say, hè. Fuck you, hè. Nee, dat is niet waar. Morgen ga ik niet vloggen, want dan ga ik hier gewoon alles afwerken. En dan hopelijk, morgen is woensdag. Normaal ga ik donderdag dan terug een vlog doen. En dan moet ik ook naar buiten. Oeh, met corona. Bye.